Hier op deze plek, dat wil zeggen in die loods daar, werd zo'n 60 jaar geleden de grondslag gelegd voor een gigantisch concern. Want daar in die hal begon in 1953 Pieter van der Leegte zijn metaalconstructiewerkplaats. En Pieter was een echte technicus, hè? Ook een vakman van het type, wat de ogen zien, dat kunnen de handen maken. Dat ambacht, dat was zijn lust en zijn leven. Alleen het commercieel instinct, dat was wat minder goed ontwikkeld. En misschien dat het met het bedrijf heel niet goed was gekomen als zoon Wim hem niet te hulp was geschoten. Wim die begon als 19-jarig knulletje, was toen student op de HTS in het bedrijf van zijn vader. En die twee die vormden een perfecte combinatie. Pa het technisch talent en Wim het cijfermatig inzicht en bovenal het ondernemerschap. Ja, na een tijd, en dat duurde wel even hoor, waren de zaken weer renderend en zocht Wim nieuwe uitdagingen. Hij begon slechtlopende metaal- en industriebedrijfjes over te nemen. Eerst hele kleintjes in de regio, steeds groter en tegenwoordig is het uitgegroeid tot een echt imperium. Met meer dan 80 bedrijven, met meer dan 9000 werknemers. Ik heb het over de VDL-groep. Van der Leegte dus. Metaalbewerking vormt nog steeds de basis van het concern. Maar wie wil gaan beschrijven wat ze allemaal maken, die is nog wel een tijdje bezig. Het is zo'n enorme diversiteit. Zo zijn ze de enige bussenbouwer van Nederland. Dus stadsbussen, streekbussen, maar ook die enorme joekels van touringcars. Ze leveren onderdelen voor de ruimtevaartindustrie, voor de vliegtuigbouw, medische apparatuur, brievenbussen. Gereedschappen, koeltechniek, complete stalinrichting voor boeren. Bewegwijzering bijvoorbeeld, hè? Langs of boven de snelweg. Komt van hier. Dakkoffers, je kent ze wel, voor bovenop de auto. Ze zijn de op één na grootste producent in heel de wereld. Zonnebanken, de op twee na grootste producent van heel de wereld. Het is werkelijk ongelooflijk. Wim van der Leegte, directeur-eigenaar. De geschiedenis van die VDL-groep, dat is werkelijk een aaneenschakeling van successen. Hoe verklaar je dat? Wat mij betreft begint het dat ik mijn vader overspannen word en het bedrijf er heel slecht voor staat. En dat je dan als 19-jarige snel de leiding in handen kunt krijgen. Dan kom je op een gegeven moment 13 jaar later tot het punt dat je een bedrijf hebt wat draait als een trein. Maar nu heb je meer dan 80 zelfstandige werkmaatschappijen onder je hoede, allemaal met hun eigen specialisme. Dat lijkt een bijeengeraapt soortje en toch is het dat niet. Ja. Hoe hou je dat in één hand? Ik heb altijd bij mezelf gedacht, je moet niet te veel afhankelijk zijn van één ding. Want als je nou een erg gestructureerd bedrijf hebt en je werkt alleen maar voor de vrachtwagens, dan was je in 2008, 2009 75% naar beneden gedonderd. En wij zakten 24% naar beneden door dat bijeengeraapt zootje. Maar ik noem het spreiding in allerlei verschillende producten en in verschillende landen. En dat is me goed afgegaan. En die meer dan 80 bedrijven, hebben die allemaal eenzelfde soort bedrijfscultuur? De VDL-cultuur? De VDL-cultuur is met z'n allen bezig zijn om een rendabele bedrijf daar neer te zetten. En niet alleen overlaten aan de directeur, maar met z'n allen de schouders eronder. Omzet wordt gemaakt op de werkvloer, hè? En niet in het kantoor. Nee, in het kantoor is alleen een kostpost. Jullie zijn een familiebedrijf, je bent de tweede generatie, dus eigenlijk nog maar een heel jong familiebedrijf. Is het voor jou belangrijk dat VDL een familiebedrijf blijft? Als ik zo naar mijn kinderen kijk, die overigens ook alle drie in het bedrijf werkzaam zijn, dan moet ik zeggen dat ze een ongelofelijke VDL-pet op hebben. Dus daar hoef ik me eigenlijk geen moment druk over te maken. Ik heb begrepen, jij moet weg naar het Noord-Brabants Museum. Ja. Om wat te doen? Nou, dan mag ik samen met de commissaris van de Koning, Wim van der Donk, de Wim van der Leegtezaal openen. Ik heb een voorstel. Zal ik jou brengen? Ik heb speciaal vervoer. Oh, dat lijkt me fantastisch. Ja. Nou, de laatste grote overname van VDL. Ja. Niet waar? Ja. Netcar in Born. Ik zou zeggen, als jij aan die kant gaat zitten. Dat zal ik doen. Want dat is toch wel een wonder geweest hoor. Nou, Wim zag dat op tv, s'avonds, dat er 1500 mensen werkloos zouden raken omdat Mitsubishi daarmee stopte. Hij sms'te midden in de nacht was het volgens mij. Ja, 2:17. 2:17 naar de topman van Netcar, volgt de onderhandelingen en het resultaat is dat er vanaf dit jaar minis van de band af gaan rollen en dat de werkgelegenheid is gered. Nou, vakbonden zeggen dat het een wonder is en dat is het ook. Want het is wel een bijzondere man, hoor. Hoppakee. Nou, kijken of we wegkomen. Volgens mij. Nou, een beetje wijf samen. Zie je?
Wacht even nog een keer.